I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve topties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben René en vandaag is mijn weekje vrij. Ik ben vandaag helemaal alleen. Sensus aan het werk. Jesse is gewoon lekker naar de crash, kan hier lekker spelen. En heb ik even tijd om het huis goed onder handen te nemen. Nou heb ik al het een en ander gedaan. Ik heb even goed gestofzuigd. En alle kleding in de was gedaan. En ik ga vandaag ook dweilen. En ik ga de honden wassen. En dat is altijd een krim, want dat vinden ze niet leuk. En alles wordt nat en blablabla. Nu is Reggie al onder de douche geweest. Ik heb er nog even ingespreekt. Even blijven nog. Even wachten, schat. Even muziek uit, anders krijgen we weer een claim. Dus ik ga nu daar even drogen. En dan is Mojo aan de beurt. Oké, een beetje te veel water. Ik wilde die leeg gooien en nou, oh no. Zo, Mojo is aan de beurt. Ik begin eerst even met hem te ontharen. Al die losse haren eraf. En dan gaat hij ook lekker in bad. Ik zie dat de camera bijna leeg is, dus jullie zien straks wel het eindresultaat als die uitvalt. Nou, de hondjes zijn gewassen. Ik laat ze nu even uitdrogen. Nog verder op het balkon. Het zonnetje schijnt. Dus dat is wel lekker. En ondertussen. Oh, daar ben ik weer. Heb ik even een lekker wrapje gemaakt voor mezelf. Ja, weer lekker thuis. Na het rennen. En even lekker opgefrist. Jesse heeft een slaapje gedaan. En we have company. Hi. 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 Hoi. Jesse is lekker aan het eten. Nee, niet. Niks van. Ja, daar kan ik niks doen. Je kan toch hier. Hoe lang had je Jess al niet gezien? Vanaf 2 maart. 1 maart. Vanaf 1 maart. 2 maart. Hij gaat al bijna naar school. Hondje. Jesse. Lekker? Kijk het. Dixie. Oh, hij is echt bijna leeg. Nou, doei. Was super gezellig. Ja. Doei. Wat gek om zo afscheid te nemen, hè? Ja. Mwah.
Tot de volgende keer. Bye bye. Ciao ciao. Doei doei. Mazzel. Lata. Houdoe. Eet je lekker? Ja. Charming ook, Morgane. Zeker. Ja, ik ben druk bezig geweest. Moet je niet dingen doen dan? Hè? Moet je niet dingen doen? Moet ik dingen doen? Moet ik dingen doen? Dingen doen. Ik heb dingen gedaan. Dingen. Jij bent weer creatief bezig geweest, hè? Ja. Voor moederdag. Ja. Cadeautje. Ja. Voor onze moeder. Ja. Die hoog in de hemel. Nee, die is nog niet hoog. Nee, helemaal niet. Hey, Poepie. Ja. Ik ga even de salontafel halen. Oké. Eigenlijk ben ik anderhalf uur te vroeg, maar ik kan niet meer wachten. Het is nu anderhalf te vroeg, maar tegen de tijd dat je er bent, joh. Maar precies. Nee. Ik moet de bank nog plat gooien, denk ik, als ik daar ben en zo. Even kijken hoe groot die is. En we hebben dingen gedaan. Op zich. Dus. Ja. Dus ik ben benieuwd. Dus dit kan weg. En dan komt direct die nieuwe in de plaats. Ja, ik hoop dat ik er blij is. Ik hoop het ook. Kom jij wel even helpen dan straks beneden? Hoe gaan we dat doen eigenlijk? Weet ik niet. Ik denk heel zwaar is. Ik denk heel zwaar. Maar dan moet je me maar even appen. Dan zet ik de kleine wel even in de box. Ja, dat is gelijk onze training. Ja. Ik heb al naar consultatiepornografie. En heel goed. Ik heb gitaar gespeeld. Dat is goed vergeten. Nou ja, ik ga rijden. Ja, ik zie je zo meteen. Tot zo. Maak maar vast ruimte. Maak maar vast plaats. Tot zo, Poepie. Ik hoop dat hij erin past, maar dat zal wel. Een bankje plat gooien. Goed kunnen. Even het adres invoeren, want het is in Leiden. We hebben dus de tafel besteld bij Stein Design. We hebben de tafel besteld en toen kregen we een mailtje waarin stond van we hebben de koffie direct achterover geslagen en we zijn meteen voor je aan het werk gegaan, bla bla. Het was echt een heel leuk persoonlijk mailtje en ik heb hem ook nog gebeld. Toen nam hij op met hey Sergio, die jongen nog nooit gezien. Dus het was gewoon een heel fijn eerste contact en dat doen ze gewoon heel goed. Dus vinden wij het altijd leuk om eventjes een vermelding in onze video's te doen. En we gaan hem zo meteen ook zien. En ik ga nu dan eventjes het adres opzoeken en en naartoe rijden. Zo, ja, we zijn er, dames en heren. Dus we gaan maar snel naar binnen. Nou, we zijn inmiddels binnen bij Stein Design, was het, hè? Ja, dat klopt. En je vertelde iets over dat het een tussenoplossing is qua werkruimte. Ja, dat klopt. Ja, we gaan overstappen naar wat groter panden. Het is nu een beetje te klein. Ah, dat klinkt alleen maar positief, toch? Dat klopt. Als je uit je ruimte groeit, zeg maar. Ja. Mag ik een beetje rondlopen? Ja, dat willen wij dus ook nog steeds, hè? Zo'n tafel. Heel gaaf. Die linker of die? Die linkse, ja. Ja, die is waar. Dat is wel grappig. We hadden een jaartje terug hadden we een salontafel gezien. Ja. Die was, dat was heel glad was die gemaakt. En ze zeiden van, doe maar die dan, want we kwamen eigenlijk voor iets anders. Dan hadden we een stuk hout meegenomen. Ze zeiden van, ja, dat is goed. Maar dat ding was loeizwaar, dus hij legde hem op een vorkheftruck, op die lepel. Yeah. En dus ik loop een beetje aan de voorkant en die gast die komt achter me aangereden. En ik liep al een stukje vooruit en ik was bij de auto en ik hoor achter me in één keer, klets! En ik kijk achterom, dus heel die tafel was gewoon door de midden gebroken. De hele tafel? Ja. Hij zei, ja, dit kan ik nog wel lijmen. Dus hij stond echt zo heel ongemakkelijk zo dan. Ja. Maar was zwaar tafel dan? Ja, dat was echt heel zwaar. Ja. Ik zei, nou voor 90 euro wil ik hem nog wel meenemen, maar dat was echt iets van 350 euro. Was, echt, het was ook helemaal zo'n boomvorm idee. Was heel, ja, zoiets inderdaad, maar echt heel dik. En het was gewoon super bewerkt, het was net barmer. Dus dat.
Ik ben er blij mee. Kijk hoe die in het dagelijks gebruik gaat zijn. Hij is in ieder geval niet zo ver gelopen. Oh, en nou ga ik weer eten, want ik val echt om. Hey, dat is een leuke kar. Daar gaan we dan. All aboard. Oh, ga je weer uitstappen? Ga je uitstappen? Oké. Okay. Doei. En daar ben ik klaar mee. Oh, oh. Nou, oké. Okay. Doei. Doei. Nee, die krijg je niet meer opzij. Dat lukt niet meer. Nee. All aboard. Daar gaan we weer. Hou je goed vast. Hou je goed vast. Hou je vast. Goed zo. Oh, wil je er weer af? Wat wil je nou? Wil je naar rijden of wil je eraf? Of wil je met het karretje zelf rijden? Oh, tuurlijk. Oké. Okay. Zit jij te lachen? Denk mama jou na. Ja. Dat ging niet lukken, hè? Dat ging jou niet lukken. Hé, hey, even kijken of we nog monies hebben. Nee. Wel pasjes. Ik ben er weer kapot van, jongens. Waarvan? Van vandaag gewoon. Gewoon eerst een uur in de zon gezeten. Nou, toen was ik al helemaal kapot. Ik ben eerst 3 bakken koffie op moeten drinken. En toen ging het wel weer. Toen hebben we bijna 2,5 uur aan de tafel gezeten. En toen wist ik helemaal niet meer waar ik het zoeken moest. Toen ben ik nog 3 kwartier gitaar gaan spelen. Dat was wel even een creatieve mindverzetting. En toen kreeg ik een hartverzakking, want ik moest de tafel op gaan halen morgen vroeg. Maar dat ging dus niet, want dan moest ik werken. Dus toen heb ik gebeld van kan het dan nu? Ja, dat is goed. Dus toen ben ik de tafel gaan halen. Tafel. En toen moesten we weer koken. En op die kleine letten. En René en Toom houden. Want daar is ook geen houden aan natuurlijk. Wat ben je nou aan het lopen? Kom nou eens gewoon hier, joh. Man. Oh, lekker. Heel opgegaan huis. Lekker. Yummy. En nou, ik dacht, ik kom maar weer kietelen. Je brengt me op ideeën. Ja, dat is echt niet charmant. Mijn lach is echt zo niet charmant. En nou, morgen komt het gezellig mijn moeder. Wat? Ik wil die lessen goed doen. Nee, ik vertrouw jou niet. Dus morgen komt mijn moeder gezellig, want zondag is het moederdag. Ja. En nou, dus dat is hartstikke leuk. En morgen wordt het ook nog mooi weer en zondag niet. Dus zondag zitten we weer de hele dag binnen. Ja. Maar dat is niet erg. Dat is niet erg. Want met jou is het altijd gezellig. Ik ben het zonnetje in huis. Daarom. Dus, vanaf deze bank wens ik jullie allemaal de moeder. Hij is niet wel dat hij leuk is. Ja, ik vind hem wel grappig, maar ja, die oudjes begrijpen het allemaal niet. Die oudjes? Dus jij vindt mijn vader een fossiel? Tering, dat zeg jij. Het is ook... Je hebt een halve kopstoot op je kaak. Sorry. Seems to be the hard one. Scherp. Forgive me. It's all...
Helemaal melen. Oké, kom, we gaan douchen. Ja. Ja, we wensen jou een hele fijne avond. Hopelijk hebben jullie een leuke dag gehad. Hopelijk kan jij weer snel naar de kapper. Naar de kelder. Naar de jongens, ik ga naar de kelder. Dan zullen we hier wat van maken. Naar de kelder. Ja, naar de kelder. Ja, jij mag ook gewoon naar de kelder. Oké. Nou, voor dit is al vervlogd. We hebben een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En het belletje aan te zetten. En dan zien we jou heel graag bij de volgende vlog. Ciao! I just wanna see where your love can take me when I'm with you.